Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Planet Coaster. Leuk en tof dat jullie kijken. Ik ben even aan het genieten van het uitzicht, want dit park is Canal Park, gemaakt door Disco Steve. En het heeft dus vier achtbanen, waaronder een spinning coaster en een wing coaster. We hebben een track ride en ook nog een paar flat rides. Het is een beetje fantasy getemed en voornamelijk rust het hele park op water, geloof ik. We gaan even snel een kijkje nemen, want er is genoeg te doen met een aanbod van zoveel attracties. En we komen hier beneden aan bij een brug en dan het beginpleintje. Het is vrij krap, maar ja, ik vind de ingang wel super gaaf met die hoge bogen. Het ziet er ook gewoon qua licht heel goed uit. Ik kan dat zien door alle lampjes die hij heeft toegevoegd hier binnenin. Een beetje, ja, fantasy kleuren ook, denk ik. En hier gaan we onderdoor en dan komen we aan bij de Main Street. En kijk eens hoe luxe je kan plassen hier zo. Geweldig. En gaan de mensen al gelijk in? Ja, tuurlijk. Luxe plassen, dan zeg ik geen nee. En hier zien we dan, oh, dit ziet er leuk uit met die reuzenrad op de achtergrond en die leuke fantasy huisjes. Hartstikke mooi met al die kleuren. Het is lekker druk aangekleed, maar ik vind het wel geweldig. Misschien dat die nog een winkeltje kunnen toevoegen. En hier zien we dan, oh, kijk, hier heeft hij het mooi gedaan. Een aantal winkeltjes met de hotdog squad en hier kan je ook nog weer lekkere beefs halen, lekkere hamburgers. Laten we even kijken, waar gaan we mee beginnen? We hebben zoveel attracties dat we eigenlijk van alles kunnen doen. Ik weet niet waar deze naartoe leidt. Ik ga gewoon het pad volgen en kijk eens even, dit ziet er goed uit. Deze achtbaan staat op het punt om te vertrekken en heet Rage 2. Rage, dat klinkt best wel grof. Ik ben benieuwd, wordt het ook zo'n grove achtbaan? We gaan het vanzelf zien. Onder mijn facecam natuurlijk de resultaten van deze achtbaan. Waaronder natuurlijk de spanning, de angst en de misselijkheidsmeter. En dan daaronder natuurlijk de snelheid en wat G-krachten daaronder. Ik denk met zo'n hoogte als dit dat je toch wel makkelijk de 90 kilometer zal gaan halen. En het is ook een hele opvallende achtbaan, een lichtblauwe kleur. En daar zien wij de spinning coaster. Daar gaan we dan naar beneden met een snelheid van 97 km per uur. Op de achtergrond een snelheidsduiveltje. Je ziet hem al, de wing coaster. Ziet er ook fantastisch uit. Deze achtbaan draait een beetje om de airtime heuvels die genoeg aanwezig zijn. Je gaat over de track ride heen, over de zweefmolen. Heerlijk, ik hou hiervan. Ik vind het mooi hoe je zo'n achtbaan helemaal over het park heen kan bouwen. Die windcoaster valt net buiten het park. Dat geldt ook voor de kinderachtbaan en de spinningcoaster. Liggen allemaal een beetje aan de buitenkant. En aan de binnenkant heeft hij wat meer gekozen voor flat rides. En natuurlijk ook die track ride die we dadelijk gaan doen. Dat zijn pushjes met toverhoedjes. We komen aan bij het einde. En je zou denken, is het een lancering? Maar nee, natuurlijk niet. Dat zou een beetje raar zijn als je zo'n scherpe bocht hebt als dit. En we komen aan bij het einde. Resultaten van deze achtbaan. Een lengte van bijna een kilometer. Maximale snelheid van 97. 38 kilometer is gemiddeld. De grootste drop is 38 meter. En airtime count is 3. Nou, dat is heel tof. Een mooi stationnetje. En ja, goed werk. We gaan door naar achter. Want ik zag daar namelijk de spinning coaster. Die er ook geweldig uitziet. Ik moet even langs deze flat ride. En dan komen we aan bij een niet echt gethematiseerd station. Dat is jammer. Ik weet niet waarom die dit niet heeft geteamd. Want over het algemeen ziet de attractie er wel leuk uit. Hier heeft hij ook een huisje gemaakt met een trappetje naar beneden. Ontzettend leuk gedaan. Laten we erin zitten. Oh, we zitten in één keer al in de attractie. Ik zal even deze kiezen. Dat is veel beter. Ja, ik moet eigenlijk in treintje 1 zitten om de resultaten te laten zien. Ik snap dat nooit precies. Dus we kiezen ervoor geen resultaten. Fullscreen genieten van deze windcoaster, deze spinningcoaster. Met een gemiddelde snelheid van of een maximale snelheid van 43 km per uur. Hij gaat natuurlijk niet heel hard, maar hij voelt heel ruig. Door zeg maar de bochten. En zo, oké, je raakt bijna. Ik denk dat hij iets te dichtbij staat van de baan. Maar het is wel leuk om een beetje een soort van, ja, een heksenthema aan deze attractie te geven. En ik denk dat we bijna bij het einde zijn gekomen. Oh, we maken nog een soort van heuveltjes, een bochtje en ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Het is lastig om een goede spinningcoaster te maken. Maar ik vond hem niet super. De bochten waren wel tof. Alleen, ja, nee, ik vond hem niet heel erg. Ik vond hem niet geweldig. We gaan door. En even kijken welke attractie we. Oh, weer een luxe toilet. Dat kan natuurlijk ook.
Ik zie een prinses op een fonteintje staan. En hier is ook de ingang naar een attractie. Oh nee, die sla ik over. Ik wil geen flatrides doen vandaag. We focussen ons alleen maar op de achtbanen. En dan die trackride met die poesjes met die toverhoedjes. Even kijken, waar zijn die poesjes? Daar zijn ze. En dit ziet er goed uit. De Enchanted Forest. Je ziet ook... Oh, dit vind ik echt gaaf. Zo'n overkapping van glas. Geweldig. Hoe kan je het verzinnen? Heel mooi. Ik weet niet waaruit bestaat dit. Glass Canopy. Oh, oké. Het zijn gewoon van die glasplaten. Die heeft hij gebruikt. Geweldig. Ik vind het super. Laten we instappen en genieten van deze poesjesattractie, om het zo maar te noemen. Ik ben zelf geen groot fan van de poesjes. Ik ben zelf meer fan van de autootjes. En vooral van die ouderwetse tractoren. Die zijn geweldig. Ik weet niet waarom, maar ja, die voelen gewoon meer old school. We gaan vertrekken. Langs hekjes en bomen. Ik ben benieuwd of ik een beetje erachter kan komen wat voor thema. Het heet natuurlijk Enchanted Forest. Dus dat houdt in een beetje een magisch bos. Dus wie weet wat we allemaal tegenkomen. Vandaar natuurlijk ook die keuze van die poesjes met die toverhoedjes. We zien daar een pijlenboog die daar te werk is gegaan. En die heeft goed geraakt. We krijgen natuurlijk ook de heksen. Ik vind het een geweldig object in Planet Coaster. Ziet er zo gedetailleerd uit. En gewoon alles beweegt ook. En het is gewoon een heel interactief huis. Een heel leuk om daar ook een attractie langs te laten gaan. We komen al op de tweede verdieping. Hebben een mooi overzicht van de attractie. Ik ga hem toch een tintje versnellen, omdat het best wel een lange rit is. We komen langs boompjes met allemaal lampjes erin. En wat moet ik hierover zeggen? Oh, een draakje. Altijd leuk even langs een draakje gaan. Je kan niet echt zien of die vriendelijk is, maar hij glimlacht wel. Dus misschien is dat wel zijn gezichtsuitdrukking. Dat hij daarna gewoon je flambeert als een tosti in mei. We gaan hier onderdoor, dat vind ik leuk. En we gaan weer hier onderdoor. We komen langs bloemen en langs de sprookjesboom. Maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Komen weer op de tweede verdieping. Dit vind ik leuk. Dat hij zeg maar dat je onder een tunneltje doorgaat. En ik denk dat we dadelijk wel bij het einde komen. Ik zal hem even vooruit spoelen, want op sommige plekken gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Maar het station heeft echt een dikke plus, want het ziet er echt fantastisch uit. We gaan door met een snelheidsduiveltje. Dan ga ik even opzoeken, want waar is die? Daar is die. En het is de windcoaster, een beetje in een kasteelthema. Alleen heel apart, net als de windcoaster, dat er eigenlijk geen dak op zit. Waarschijnlijk gewoon een bewuste keuze. En ik ben er klaar voor, zou SpongeBob zeggen. Ik zal hem even vooruitspoelen dat we heel snel de passagiers kunnen verwelkomen in deze windcoaster. En hoe hoog zal die zijn? Ik denk toch wel 1,45 meter. Of is dat een beetje te overdreven? Minimaal 35 meter, denk ik. We gaan het zelf meemaken, want hoe snel zal deze achtbaan gaan? Ik denk toch wel over de 100 km per uur. Dat moet wel, want het is gewoon een snelheidsduivel. Dat zie je gewoon in één oogopslag natuurlijk. Zo, kijk eens even van de steile drop we gaan meemaken. Dit is geweldig. En dan gaan we dan met een snelheid van over de 100. 126 km per uur. Heerlijk. Dat moet je hebben voor zo'n windcoaster. Gewoon een lekkere snelheid. Oh. De G-krachten liepen naar 6G. Ik zag het. Ik weet niet of dat heel erg is. Het is een vrij ruige rit. Maar dat moet ook wel met zo'n snelheid natuurlijk als 126 km. Kijk eens even scheuren over het pad heen. En hij heeft de paden zo gemaakt dat je verder kan uitbreiden. Dus ik denk dat het een soort scenario idee is als je dit park speelt. En dat je dan in principe gewoon kan doorbouwen wat hij heeft gemaakt. Dus je kan het park uitbreiden, maar je kan natuurlijk ook dingen aanpassen. Zoals bijvoorbeeld het station. En we komen langs het gebouw en bij het station. Superleuk! Nou, dan gaan we door naar de volgende en laatste achtbaan. En die zit als het ware achter in het park. Ik weet ze allemaal te vinden. We zien daar ook een hele mooie zweefmolen. Ook met allemaal weer van die lampjes die terugkomen in het park. Die we al eigenlijk bij de ingang zagen natuurlijk. Die me al opvielen. En tussen de ballonnen door, dus in het volk, gaan we hier naar de kinderachtbaan. Een hele lange terrein. De Dragon. Jammer dat hij geen naam heeft gegeven aan de achtbaan. Maar misschien hoort dat ook wel weer een beetje bij het scenario. En onder mijn facecam wederom voor de laatste keer natuurlijk de statistieken. En deze mevrouw heeft er zin in, dat kan je duidelijk zien. Volgens mij, aan de hoogte van deze kinderachtbaan, halen wij best wel een redelijke snelheid. En dan denk ik niet aan 40 km, maar dan denk ik aan bijvoorbeeld 65 of zo.
of 60. Dat zou kunnen. We gaan het meemaken met deze kinderachtbaan genaamd The Dragon, die natuurlijk perfect past bij het thema fantasy. Gelijk al een eerste mooie drop richting de bodem. Dat is mooi. Dan halen wij gelijk de maximale snelheid uit deze achtbaan. 73 km per uur. Dat is zeker een mooie snelheid. Misschien een beetje te snel, vind ik. Maar het is natuurlijk gewoon lekker. Gewoon even een beetje tempo in zo'n kinderachtbaan. Ik weet dat zo'n achtbaan als deze, vooral met zo'n lange trein, dat die best wel zijn snelheid kan afnemen op een best wel redelijk snelle manier. En dat is jammer. Want in de achtbaan weer gewoon een beetje vaart hebben natuurlijk. Denk maar aan de boemerang in Toverland. Die is ook best krachtig. Die trekt hem er ook nog best wel doorheen. En dat is heel mooi. Maar bij deze achtbaan haalt hij heel snel de snelheid eruit. En dat vind ik jammer. Ik vond het wel een leuke achtbaan. Alleen het zag er niet echt compleet uit qua teaming. Ik mis nog hekjes. En gewoon, ja, dit is leuk gedaan met die bogen. Dat hij op het water is. Gewoon net als die andere drie achtbanen is het gewoon een beetje de spinning coaster. En eigenlijk was die, even kijken, welke was nou die blauwe achtbaan? Had die een naam? Even kijken. De Rage. Die had eigenlijk het leukste station van allemaal. Samen met die Track Ride. Maar ondanks de stations die niet echt allemaal gedecoreerd waren, vond ik het een geweldig project. Laat vooral een duimpje achter. Volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En vergeet ook niet te klikken op een video die je nu ziet verschijnen. Doei doeg! Hai! Groetjes!